Het is daarom, geliefde broeders en zusters, dat wij de komende minuten eens gaan stilstaan bij de waarde hiervan. Het is de hoogste tijd om terug te keren naar het boek van Allah. Het is de hoogste tijd om de Koran, jou en mij te laten leiden naar het succes in de dunya en de akhira. Neem het boek van Allah te hand. Neem het weer te hand. En open je hart daarvoor. Open je hart daarvoor en geef het de mogelijkheid om het hart schoon te maken van alle twijfel. Schoon te maken misschien zelfs van de shirk of de kufr. Schoon te maken van allerlei angst voor een bepaalde personen of zaken die je niet de moeite waard zijn. Schoon te maken van de hebzucht en het streven achter het materialisme en het dunia en het bezig zijn alleen met zaken die het hart juist doen verderven. Geef het de kans. Stap naar de Koran en blaas een nieuw leven in jouw hart. Wallahi, het zal enkel en alleen met zegeningen binnenkomen in jouw leven. Het zal je kinderen doen zegenen. Het zal je bezit doen zegenen. Het zal je gezondheid doen zegenen. Want jij hebt de meest gezegende woord van Allah in jouw leven laten toetreden. Denk je dan dat dit niet met zegeningen komt als Allah het zelfs van boven zeven hemelen en als een gezegend boek heeft gezonden? وانتشت روحي وصار الدمع يرجي.